Yo, what's up? Wij zijn Bassjackers. We zijn hier in de studio met Locadia. En we gaan muziek maken vandaag. Denk ervan. Kijk, wat Malm al tegen mij zou zeggen, is dat dit stuk al te lang duurt. Dus, alsof als je zo lang bezig bent, dan... Yo, je verliest het helemaal, hè. Komen de mensen, komen ze wel? Komen ze niet? Dat maakt eigenlijk al niet uit. Dus wat Malm eerder al zei, je moet altijd eerlijk naar jezelf toe zijn. Wat wil jij uitdragen, weet je wel? Hoe zie je? Dat vond ik eigenlijk kick uit. Jouw mailtje bleek ook. Je hebt al een heel duidelijk idee wat jouw visie is. En hoe jij eigenlijk jezelf als artiest ziet. En of dan de mensen wel of niet komen, dat is eigenlijk een tweede. Dat doet er eigenlijk al bijna niet meer toe. Want dit is jouw visie. En dat moet jij eigenlijk uitdragen. Ik luister niet zo heel veel naar house in mijn vrije tijd. Nee, ja, ik ook niet hoor. Moet ik echt zeggen, kijk, ik zit er nou zo in. Alleen, ik vind in de auto niet per se relaxed. Het is echt een muziek die moet je ervaren. Ja. Het dropt wel. Nee, maar ik weet ook niet waarom het is, maar ook hier. Hij heeft iets, een bepaalde feel of zo, die ik gewoon echt heel leuk vind. Radio, even bij je radio. Ja, nee, maar ook dan nog, hè, want die heb je ook 10.000. Alleen dan nog, ergens heeft hij gewoon wel een fijne feel. We hadden het er hier zelf met z'n drieën ook over van. Ja, hoe die dropt ook. Het is best een speciaal plaatje. Ik vind die tweede drop beter, maar de eerste drop is een beetje leeg, vind ik. En bij die tweede drop weer. Ja, maar dat is juist die perfecte progressie in de plaat, weet je wel. Die eerste, daar heb je toch nodig. Ik bedoel, ja, je wil toch een beetje een stijgende lijn ook qua energie blijven houden. En ja, ik weet niet, super vet. Ik stond er echt van te kijken. Hé, maar ook alleen al is gewoon kicken als je je eigen nummer denk ik in het stadion hoort. En je staat er op de middenstip te ballen. Ja, dat is wel vet, hè. Ja, dat is fucking ik zou niet eens op de middenstip durven staan. Ja, voetbal is nummer 1. Dat blijft altijd zo. Ik bedoel, wij zijn wel even kijken. Niet op super jonge leeftijd begonnen, maar je ziet het nu wel steeds meer. Het talent wordt wel steeds jonger. Het is steeds toegankelijker om elektronische muziek te maken op je computer. Je kan in principe gewoon een programma downloaden. De jeugd kan op YouTube checken hoe het moet. En ja, je merkt ook dat de tracks die wij binnenkrijgen zijn steeds van jongere gastjes, zeg maar. Soms krijg je al van iemand van een jaar of 13, 14 iets binnen wat gewoon al goed klinkt. Dus je moet echt een talent hebben voor muziekproductie. Maar op een gegeven moment als je dus gaat toeren, dat is weer een heel ander verhaal. Dan moet je gaan DJ'en, wat sowieso een ander vak is. En je moet gaan toeren, je moet gaan vliegen. Je krijgt jetlags, je krijgt weinig slaap, je krijgt echt heel veel druk en stress. En tegelijkertijd moet dus ook die muziek gemaakt worden. Maar dat is juist het raakvlak, denk ik, met voetballers en laten we ons even artiesten noemen. Het vraagt wel veel offers. Ik bedoel, je moet het, zeker dingen opgeven, vooral in het begin om er te komen. Ik bedoel, je gaat niet meer naar verjaardagen, je vakanties moet je opgeven. Op het begin vooral zul je ook echt geen Roy Rotcenter mee verdienen. En daarom moet je ook wel echt buiten talent, maar die toewijding hebben. Er zijn er meer met talent en je moet toch gewoon zorgen dat je die focus blijft houden op je doel. Anders gaat het denk ik niet goed komen. Mm. En dat geldt voor de voetballerij als voor de muziek. Ja, het moet wel hetgene zijn wat je echt het leukst vindt om te doen. Het moet echt je passie zijn. Want als je dit alleen maar voor de verkeerde redenen zou doen, dan zou je het niet eens kunnen doen.